vind ik ook echt iets voor hem om dat te doen. Hij is altijd wel heel positief bezig zo in het dorp. Hij probeert tenminste dingen, positieve dingen te doen ook. Ja. Dus u bent hem eigenlijk zeer dankbaar? Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik een heel leuk initiatief van hem. Jos opent het pad vandaag officieel en voorziet volgens hem vele opdammers in hun behoeften. Ik rij hier langs en ik kom in de bagger. En er zijn ook een heleboel hondenbezitters, die lopen hier ook langs. En die zitten ook allemaal in de prut. Dus ja, ik ben daarom begonnen om daar een weg voor hier aan te leggen. Hij heeft gekozen voor de naam Jos Heijmanspad. Met een knipoog naar het gelijknamige bouwbedrijf en om de optie tot een goed gesprek open te houden. Ik vind je moet op een goede manier moet je de aannemer laten zien hoe het moet. Want dan kun je ook nog om de tafel zitten met de aannemer. En dan kun je nog een opbouwend overleg overvoeren. Want het is de bedoeling uiteindelijk, dit hele padje is één proefproject. Ik hoop eigenlijk dat de gemeente, dat krijgen we gewoon voor elkaar, dat als de weg ligt, dan ligt het Jos Heijmanspad. Maar het pad moet nu nog wel officieel aan de buitenwereld getoond worden. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Wat zou ik het zeggen? Dit is het Jos Heijmanspad. Welkom op het Jos Heijmanspad.